Iedereen heeft wel eens oud brood in huis. En ik snap ook wel dat je liever een verse hebt dan zo'n oude, verlepte boterham. Maar weggooien, dat is pas zonde. Want je kunt er namelijk een heerlijke quiche van maken. Het enige wat je nodig hebt is oude boterhammen. Een bakvorm. En de ingrediënten van je favoriete quiche recept, maar dan zonder het bladerdeeg. En zo moet het. Verzamel de ingrediënten van je quiche recept en gebruik daarbij natuurlijk zoveel mogelijk restjes. Bereid de ingrediënten zoals aangegeven staat in je recept. En maak de quichebodem van oud brood. Dat is wel even puzzelen. En dan kan die in de oven. Oh, kijk nou. Wauw. Is het geen plaatje? Het ziet er toch prachtig uit? En het is ook nog eens een stuk gezonder om brood te gebruiken in plaats van bladerdeeg. Ik kan niet wachten.